is de map die ik heb van de de Second World Horse Congress. En dat was in oktober 1986 in het Europese parlement in Brussel. En dat waren sekswerkers uit de hele wereld die daar bij elkaar kwamen. Voornamelijk het Westen, maar goed, er waren ook een paar uit Thailand. En ik heb hier helemaal geen foto's of iets in zitten. Second World Congress. Helaas. Het was een conferentie die ging dus over de rechten. En die in Brussel was. En het was ontzettend leuk. Het was heel interessant. Het was ook in het parlement. Het was heel voor de sekswerkers zelf heel bijzonder om in het Europees parlement te vergaderen. Ze waren daar op uitnodiging van de Groenen. Het was heel spectaculair om in zo'n vergaderzaal te zitten. En eigenlijk heel officieel erkenning te krijgen ook voor het feit dat ze bestonden. Ik denk dat het daar vooral over ging. Het was logistiek ingewikkeld, want er waren veel sekswerkers die onder een andere naam werkten, niet wilden dat hun eigen naam bekend werd. Dus het moest allemaal, iedereen moest aangemeld worden, moest eindeloos veel papieren invullen. Maar het was ook, het was heel bijzonder en het was natuurlijk een heel flamboyant gezelschap waar ongelooflijk veel pers op afkwam. En ik weet dat iemand zei in het Europees parlement dat er meer pers was dan bij het bezoek van een of andere Amerikaanse president. Dus het was echt een media-event. En al die zeer flamboyante, leuke, mooi opgetutte sekswerkers, die hebben daar het onderste uit de kan gehaald natuurlijk. Het heet het Tweede Internationale Hoerencongres, omdat het eerste in Amsterdam was, maar dat was piepklein. Dat was in 1985. Dus daarom was het nu tweede. Konden de tolken het allemaal wel aan? Ja, we hebben papieren gemaakt. Ik hoopte dat ik dat hier nog vond, maar ik weet niet waar ik dat heb. We hebben echt lijstjes gemaakt met vocabulaire, omdat het niet helemaal het vocabulaire was waar de tolken aan gewend waren. Dus je moest uitleggen, blowjob, wat is dat in het Frans? Dat ben ik nu ook jammer genoeg vergeten. Pooier, allemaal woorden waar zij niet zo heel erg mee vertrouwd waren. Maar het was, ze waren reuze toegewijd en geïnteresseerd natuurlijk. Het was voor hun ook een stuk leuker, denk ik, dan een conferentie over de landbouwpolitiek. We hebben een intentieverklaring aangenomen, een eindverklaring over de rechten van sekswerkers. En die is dus heel breed verspreid. En er is een grote demonstratie door Brussel geweest. Het was vooral, denk ik, voor de media heel belangrijk om op de agenda te zetten dat sekswerkers niet alleen maar vrouwen voornamelijk, er waren ook mannen hoor, vrouwen zijn die door de politie kunnen worden opgepakt, maar dat het mensen zijn met rechten die ook opkomen voor hun rechten. En ik denk dat het daarvoor een heel bijzonder bijeenkomst was. Het was de allereerste keer dat er in het Europese parlement het ging over de rechten van sekswerkers. Dat is wat dat betreft een soort wereldprimeur. En dan op zo'n officiële plek waarin het leven van sekswerkers en het feit dat ze zich kunnen verzetten tegen misbruik van de politie, tegen oneerlijke behandeling, tegen het stigma, waarin al die punten aan de orde kwamen. En waar het trouwens ook ging over veiligheid van seks en hoe kan je ervoor zorgen dat je jezelf goed beschermt. Het ging over alle aspecten van het leven van de prostituees. En dat was, dat was heel erg nieuw. World Charter for Prostitutes' Rights. Die is in Amsterdam in februari 1985 aangenomen. En dat is de World Charter. Die gaat over mensenrechten, over arbeidsomstandigheden. Dus dit is wat er in 1985, dat was de eerste, dat was een hele kleine conferentie in Amsterdam. Die trouwens ook wel heel bijzonder was. Want er kwamen ook, vooral uit Europa, kwamen daar heel veel dames. Ik was ook heel erg onder de indruk. Er was een oudere prostituee uit Gizelidis, uit Zwitserland. Die had een hondje.
echt, en die liep dus met dat kleine hondje en met een enorme bontmuts. En dat was echt een verschijning, die vrouw. En nou, er waren meer van dat soort hele indrukwekkende vrouwen. En die kwamen dus op de, in 1985 op de eerste bijeenkomst van internationaal van sekswerkers. En dat in Brussel was dus de tweede. En dat ging over de wetgeving, over mensenrechten, over arbeidsomstandigheden, over gezondheid, over de manier waarop de dienstverlening, de belasting en alles, over het stigma en over hoe je je moet organiseren. Dus dat is een echt een buitengewoon slim en zijn tijd ver vooruit congres ook. En deze World Charter, dat is nog steeds heel bijzonder. Nou ja, het is soms, vind ik het zelf ook heel schokkend hoe 30 jaar alles al verzonnen is.